Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Een andere video als jullie van mij gewend zijn, want ik vond het wel weer tijd voor een leuke Q&A. Dus ik heb een vragensticker op mijn Instagram gezet. En alle vragen die ingestuurd zijn, ga ik vandaag behandelen. Dus kijk gezellig mee. Ik kon hem natuurlijk niet laten om de achtergrond een beetje op te vullen. Dus ik heb mijn laatste foto van fotocadeau hier ingezet of bijgezet. Als jullie dit kijken, geldt ook nog steeds een kortingscode bij fotocadeau. Namelijk LIFESSME70. En dan krijg je 70% korting op je bestelling. Dus dat is wel super tof. Ik heb onder andere deze ervan gekocht. Maar ik heb ook een heel mooi foto in een zwarte lijst laten zetten. Met een mooie tekst eronder van Once in a Lifetime Horse. En ik heb allemaal van die hexagonplaatjes aan de muur hangen. En ik heb een andere grote foto nog op canvas. Dus mijn kamer in Raalte komt straks helemaal vol te houden met foto's van fotocadeau. En ik ben er tot op de dag van vandaag nog steeds blij mee. Ik kan er ook echt gewoon weer uren naar kijken naar dit soort foto's. Dus dat is top. Dus die staat lekker op de achtergrond. Ik ga de vragensticker erbij pakken. En dan ga ik jullie vragen beantwoorden vandaag. Even kijken of dat ik die zo terug kan vinden. Ja. Nou, er zijn er weer heel veel toegestuurd. Dus ik ga een beetje kijken. Als ik zeker weet dat ik vragen al beantwoord heb, dan ga ik ze of heel kort beantwoorden of eruit gooien. Want sommige vragen zijn natuurlijk best wel dubbel. En sommige vragen zijn misschien wel leuk om wat dieper op in te gaan. Dus let's go. Staan er in de nabije toekomst eventingplannen op de agenda? Ik zou het wel leuk vinden om een BB-cruisje te kunnen rijden. Maar ik vind het belangrijker dat we eerst de B-dressuur goed onder de knie hebben. En het B-springen. En vanuit daar kunnen we wel weer kijken naar andere disciplines. Maar ik ben van mening dat Baloo een beetje uit balans raakt als ik te veel tegelijkertijd doe. Ik zou er het liefst ook nog willen beleren voor de kar natuurlijk. En als ik dat ook nog ga doen en ik ga ook nog dressuren en dan springen en eventen, dan is het gewoon te veel voor de. Dus ergens moet je daarin een beetje prioriteiten stellen. Dus eventing zeker leuk. Ik heb binnenkort wel, volgens mij volgende maand, een lesje gepland staan. Maar ik denk niet dat we in dit aankomende jaar nog echt ons debuut gaan maken. Is Rakker jouw hond? Ja, Rakker is van mij al 7 jaar. Mijn ouders hebben hem... ik woonde toen nog wel thuis toen ze hem meegenomen hebben. Want hij was van vrienden van mijn ouders. En mijn vader en moeder zijn daar toen op de koffie geweest en hebben Rakker toen meegenomen. En eigenlijk vanaf het begin heb ik gezegd dat wordt mijn hond. En toen ben ik uit huis gegaan omdat ik toen met mijn ex ging samenwonen. En toen is Rakker ook gewoon met mij mee geweest. En dat gaat nu ook gewoon gebeuren. Als ik straks in Raalte woon, neem ik Rakker gewoon mee. Het is echt mijn hond, mijn verantwoordelijkheid, mijn kosten. Dus hij gaat lekker mee. En de grote andere hond, dat is Nero. Die hebben we voor mijn moeders verjaardag gegeven. 4 jaar geleden uit mijn hoofd. En die blijft hier. Ik ben gek op die hond, maar 2 honden bij ons thuis vind ik echt veel te veel. Dus Nero blijft lekker hier en die is van mijn vader en van mijn broertje. En ze blijven elkaar gewoon zien, want ik zal Rakker vaak genoeg meenemen naar Soest. Dus daar maak ik me niet zo druk om. Dus dat komt vast helemaal goed. Ga je een verhuisvlog bijhouden in plaats van Vlogmas? Goeie vraag. Voor mensen die niet weten, Vlogmas is altijd in december. Dan doe je de hele maand meer uploaden dan dat je normaal doet. Dat is altijd super leuk. Maar dat is vooral leuk voor mensen die geen vaste baan hebben. Dit vloggen is natuurlijk, doe ik erbij. Ik werk gewoon nog 32 uur daarnaast. Dus ik weet niet of dat helemaal te combineren gaat vallen. Ik zou het wel willen om iets meer te uploaden. Maar sowieso geen 5 of 7 dagen in de week. Daar pas ik sowieso voor. En ik vind het zeker heel leuk om jullie mee te nemen in de hele verhuisseries. Maar dat zal niet in december zijn. We krijgen wel 16 december de sleutel. Dus we zullen dan echt wel wat een en ander gaan klussen en zo. Maar we gaan de eerste week van januari ook nog met vakantie.
En ik denk pas dat we er daarna in gaan. Dus de vlogs zullen een beetje verdeeld zijn over december, januari en februari, gok ik. Wat wil je nog bereiken met Baloo? Nou, ik heb eigenlijk wel genoeg doelen. En dingen die ik graag wil bereiken met Baloo. Maar op nummer 1 staat op dit moment dat ze gaat genezen van haar wondjes. Ze had natuurlijk vorige week een dikke sprong. En afgelopen week had ze een wond op haar linkerachterbeen die gehecht moest worden. Zolang daar hechting in zit, mogen we sowieso niks. Dus daar moet ze echt eerst van herstellen. En dat duurt nog eventjes. Dus dat is sowieso doel 1. Haar gewoon weer helemaal terug in de training te krijgen. En daarnaast heb ik wel potentie. Of tenminste heeft Baloo zeker potentie voor het springen. En zou ik er gewoon echt heel erg allround willen opleiden. Het doel is wel om, ik denk, volgend jaar mijn B-debuut springen te maken. Ik zou er wel het B-dressure uit willen rijden. Ik wilde voor de car zetten. En misschien over een jaar of 2, 3 ook een beetje met eventing gaan starten. En vooral en voornamelijk, en dat blijf ik zeggen, gewoon plezier maken. En kijken wat zij leuk vindt. En daar ook een beetje de planning op aanpassen. Ik ben niet zo'n type die dan zegt, het moet nu. Moet deze week. Moet voor het einde van het jaar dit en dit en dit gereden hebben. Nee. Gewoon op ons eigen tempo. Baloeder tempo. Op mijn tempo. En dan zien we wel waar het schip strandt. Waarom dacht je, Baloo moet ik echt hebben? En ben je haar gaan kopen? Nou, dat zit namelijk zo. Voor de mensen die dat niet weten. Baloo is officieel van mijn vriend geweest. En die had er dus al. Toen ik ook al verkering met hem kreeg. Toen was Baloo al van hem. En zodoende is dat een beetje gaan rollen. Toen mijn moeder kwam te overlijden. Kon ik niet echt met mijn oude paard Isa wat doen. Want Isa die was heel erg. Dat was echt een spiegel voor mij. Dus als ik niet lekker in mijn vel zat. Zat Isa ook niet lekker in de vel. Dus kon ik echt helemaal niks met haar. En toen zei Jurrie, mijn vriend, van weet je wat we doen? We zetten Baloo bij jou neer. Dan kun je daar rustig mee aan de slag. Baloo was toen 3 geworden. En was al beleerd bij iemand anders. Maar moest nog helemaal doorgereden en alles worden. En zodoende hebben we de keuze gemaakt om Baloo bij mij neer te zetten. En die is nooit meer weggegaan. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gelopen. Heb je een TikTok-account? Ja, dat heb ik. Maar ik doe daar eigenlijk niet zo heel veel mee. Behalve heel veel scrollen. Want ik vind het heerlijk om echt te verzuipen in alles wat op TikTok staat. Dus dat doe ik er voornamelijk mee. En ik doe geen hele speciale content daar neerzetten. Dus het is niet heel bijzonder. Zou je een veulen willen fokken met Baloo? Ja, dat zou ik zeker willen, maar niet nu. Ik zou dat over een jaar of 3, 4, 5 misschien willen. Het zou nu wel, qua leeftijd is ze natuurlijk nog mooi jong en zou dat heel goed passen en kunnen. Maar ik vind het niet fijn om haar nu zeg maar weer uit de sport te halen. Al kan je dan nu dus zeg maar nog wel een hele periode doorrijden. Maar op een gegeven moment moet ze natuurlijk gaan veulenen. Dan staat er een veulen bij de voet. En dan wil je er ook even rust geven om dat te herstellen. En juist als je lekker in zo'n sportritme zit, zou ik daar wel eventjes voorlopig in willen blijven. Is het niet voor haar ritme, is het wel voor mijn ritme. Dus voorlopig geen veulen op de planning. Neem niet weg dat ik het nog steeds echt super tof lijk. En dat de kans wel aanwezig is dat dat ooit gaat gebeuren. Dat is, ja, dat is wel, die kans is zeker heel groot. Wat is je grootste angst? Nou, zoals heel veel mensen weten ben ik heel bang voor spinnen. Dat sowieso. Maar mijn grootste angst is toch wel om mijn vader, broertje of Jurrie te verliezen. Of hele dichte vrienden. Of familie natuurlijk. Maar ook om Baloo te verliezen. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. We hebben in de zomer, afgelopen zomer, een paard gehad met verstoppingskoliek. Die echt binnen een uur gewoon van een gezond fit paard naar gewoon, ja, opgegeven door de dierenarts was. Dat vond ik zo intens. En ik besefte me toen wel dat het echt, ja, die kansen zijn er gewoon. Je kan gewoon echt pure pech hebben en de sjaak zijn en gewoon je paard moeten laten euthaniseren. Omdat er gewoon geen andere weg meer is. En dat idee vind ik wel heel intens. Kijk, wij mensen zijn natuurlijk meestal, als je geen acuut ongeluk of iets krijgt,
ja, word je eerst ziek en heb je ook nog de tijd om een soort van afscheid te nemen. Maar bij dieren is dat soms zo anders. En dat vind ik wel heel intens. En daar kan ik echt uren over filosoferen en denken van, oh mijn god, wat als, weet je wel. Nu ook met die hondjes met Baloo dacht ik echt, nou, daar gaan we, weet je wel. Straks krijgen ze dit en dit er dit er nog bij en dan moet er dat en dat en dat gebeuren. Ja, daar kan ik me echt heel druk om maken en daar kan ik echt heel veel stress van krijgen. En dat geeft me ook heel veel stress. Heeft me de afgelopen dagen ook echt mega veel stress gegeven al. Dus dat zijn wel dingen wat wel tot mijn angsten behoort. Misschien een gevoelig onderwerp, maar hoe ben je uit je burn-out gekomen? Nou, dat vind ik altijd hele goede vragen. Burn-out heeft zeker 1,5 jaar bij mij geduurd, denk ik. Het was een burn-out met een depressie en een moeder met kanker die natuurlijk ergens in die periode ook nog overleed. Dus het was wel veel. Maar ik heb vooral heel veel gesprekken bij de psycholoog gehad. En bij de praktijkondersteuner en EMDR-therapie gehad. En ik heb zelf ook een periode echt aan medicatie moeten zitten. Omdat het gewoon niet ging. Ik had heel erg slaapproblemen. Ik had geen rust meer in mijn hoofd. Weet je, dat soort dingen. Ik heb een periode dus slaaptabletten geslikt. Ik zeg niet dat dat het beste is voor degene die dat hebben. Maar dat heeft mij toen de tijd heel veel geholpen. En daarna heb ik ook nog een paar maanden antidepressiva geslikt. Daar ben ik toen wel best wel snel van afgestapt. Omdat ik op een gegeven moment niet echt het idee meer had dat de pillen voor mij werking hadden, om het even zo te zeggen. Dus daar ben ik toen een beetje abrupt mee gestopt. Want ik dacht, ja, als het dan toch niet de werking geeft die het zou moeten geven, kan ik dan niet gewoon stoppen. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar vooral tijd. Tijd, tijd, tijd. Een burn-out is echt niet met een dag over, niet met een week en ook niet met een maand. Kan natuurlijk wel. Het ligt er natuurlijk een beetje aan wat je situatie is. Maar voor mij was het gewoon tijd. En moest mijn lijf gewoon resetten. En ik moest leren omgaan met sommige dingen. En met het energielevel waar ik op zat en waar ik weer naartoe wilde. En dat bracht heel veel frustratie. Als je mentaal wel wil, maar je lichaam wil niet, dan is dat heel pittig. En daar moet je mee om leren gaan. En ik heb heel veel gehad aan de gesprekken bij de psycholoog en met de praktijkondersteuner. Dus dat werkte voor mij het meeste eigenlijk. Hoeveel heeft Baloo jou gekost en hoeveel is ze nu waard? Ja, dat vind ik altijd een hele goede vraag. Ik zeg altijd, ze is waard wat de gekte verbiedt. Kijk, voor mij is ze de wereld waard. Dus voor mij, als er 1 miljoen wordt geboden, snap je? Dat is voor iemand die geen geld heeft, is 1 miljoen heel veel geld. En voor mij denk ik, oh, maar zij is mijn wereld. Dus zij is me minimaal 1 miljoen waard. Ik heb haar toen overgenomen van Jurrie voor echt weinig geld. Toen al hadden we een bod op haar liggen van 10.000 euro. Toen had ik er dus net een maand onder het zadel. Dus ze was vrij snel al wel veel geld waard. Maar omdat je je zo gaat hechten aan een paard, wordt het alleen maar ook meer waard. En is het dus inderdaad wat de gek ervoor biedt waard. Ik denk als ik haar nu zou verkopen, ze is natuurlijk echt super braaf. Buiten het feit, zeg maar, dat ze voor mij de wereld waard is, zou ik er denk ik, ja, ik denk wel 30.000 euro voor kunnen vragen. Kijk, het is dan maar de vraag of dat iemand dat biedt natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat een realistisch bedrag zou kunnen zijn. Ze is echt super braaf. Ze is allround. Ze is echt een mega springtalent. Dus ja, je kan wel veel kanten met haar op. Neem niet weg dat als dat bedrag geboden wordt, dat ik op dit moment gewoon nee zou zeggen. En dat er eerst een extra flinke portemonnee meegenomen moet worden. Juist omdat zij echt de wereld voor mij is. Doe ik haar niet zomaar weg. Dus ja, ik vind ja, wat is ze waard? Ja, ze staat nu trouwens op rust. Omdat ze een blessure of tenminste een wondje heeft. Dus wat is op dit moment waard? Nou, de slagprijs om het even zo te zeggen. Maar als ze weer terug in training is, dan is dat wel het minimale wat ik er denk ik voor kan vragen. En dat klinkt als heel veel geld. Dat is het ook zeker. En ik zou zelf nooit 30.000 euro voor een paard betalen. Maar als je me vraagt wat is ze waard, dan denk ik
qua sport en alles gezien, dat dat al dat ze dat wel waard is. Ja. Welk paard vindt of vond je het leukste om te rijden? Isa of Baloo? Ja, dat is hetzelfde als dat je moet kiezen tussen je vriendinnen en je vriend. Dat vind ik altijd zo'n onrealistische vergelijking. Dus eigenlijk kan ik daar ook geen uitspraak over doen. Ik mis zeker Isa op sommige momenten. Maar ik heb echt geen dag spijt gehad dat ik deze keuze heb gemaakt. Dus voor nu zou ik dan Baloo kiezen. Maar wat ik zeg, je kan ze niet met elkaar vergelijken. Isa was echt dressuurmatig gewoon helemaal on fleek. En Baloo is daarin nog super lerende. Maar met springen springt ze echt de sterren van de hemel. Ja, dat is een beetje... Dat kun je niet vergelijken. Nee. Zou je nog een paard willen opleiden en verkopen, lieve Fleur? Ja, dat lijkt me zeker heel erg leuk. Ik vind dat misschien ook wel een van de leukste dingen om te doen. Gewoon zo groen als dat ik Baloo kreeg. En als je dan nu ziet hoeveel ze al kan en kent en hoe braaf ze dan is. Ja, dat vind ik wel heel stoer dat ik kan zeggen dat ik dat helemaal zelf gedaan heb. Dus daar zou ik zeker voor openstaan om dat nogmaals te doen. En... dat lijkt me ook gewoon heel erg leuk. En als ik meer tijd zou hebben, zou dat zeker een mooie optie zijn. Maar soms denk ik al van met 32 uur werken en 2 dagen uploaden op YouTube en een eigen Instagram account. Van hoe haal ik de tijd voor elkaar? Dus een tweede paard zit er qua tijd sowieso voorlopig niet in. Ben je alweer druk bezig met een drukker zoeken voor je merch? Ja, lastig. Als je me al langer volgt, weet je dat ik vorig jaar maart in mijn hoofd een tijdje merchandise heb verkocht. Dat ging echt als een tierenlier. Dat was ook echt binnen een week uitverkocht. En dat vond ik ook heel erg leuk. En zelfs op Horse Event afgelopen jaar liep er gewoon iemand in mijn merchandise. Dat ik dacht, oh my god, wat stoer, weet je wel. Maar het is gewoon best wel duur om kleding te laten bedrukken en om dan zeg maar nog winst erop te maken. Dus zakelijk gezien is het eigenlijk op dit moment een no-go om dat te doen. Ik ben wel met verschillende bedrijfjes weer in gesprek en in contact om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar ik durf nog niet echt te zeggen dat daar echt wat uit gaat komen. Omdat ik bang ben dat de kosten gewoon te hoog worden voor de werkuren en tijd die erin gaan zitten. En dat ik het gewoon niet... dat ik er gewoon geen winst uit ga draaien. En dan is het, buiten het feit dat het super leuk is om dat allemaal te doen, kost het gewoon te veel tijd en geld. En dat heb ik dan gewoon niet, heel simpel gezegd. Dus zodra ik daar nieuws over heb, zou ik dat echt gewoon met jullie delen. Hoor je nog wel eens iets over Isa? Ja, ik heb nog steeds supergoed en fijn contact met de nieuwe eigenaresse. Ze zijn ondertussen M1 start gerechtigd. Ja, dat zeg ik goed. Dus dat is natuurlijk heel erg tof. Isa staat echt op een droomplekje. Of tenminste, bij een droom iemand, om het even zo te zeggen. Ik had echt geen beter huis voor Isa kunnen wensen. Oprecht nog steeds niet. Ik heb er geen dag spijt van dat ze bij Elin terecht is gekomen. Het staat nog steeds op mijn planning om binnenkort langs te gaan. Ik denk dat het echt wel na mijn operatie wordt. Maar het lijkt me echt heel leuk om je weer een keer aan het werk te zien. Ik probeer ook elke keer als ze een beetje in de buurt wedstrijd hebben om langs te gaan. Maar ik ben zoveel weekenden zo druk. Ja, het is gewoon soms best wel lastig. Maar gelukkig word ik heel goed op de hoogte gehouden via de WhatsApp. Dus dat is heel erg tof. We hebben in ieder geval nog veel contact, dus dat is fijn. Hoe heb je besloten, gekozen wat je voert? Ja, dat blijft natuurlijk eeuwig lastig. Bij ons op stal staan ze nu nog steeds de hele dag op het gras. En krijgen ze best wel fijn hooi. Dus daar hoef ik verder niet veel aan toe te voegen. Ik moet wel zeggen, kijk, als je precies wil weten wat ze binnenkrijgen en dat soort dingen, kan je natuurlijk wel best een ruw voor analyse laten doen. Laat ik zelf niet doen, omdat wij gewoon te veel verschillende balen op stal hebben. Dat als je het laat controleren, ja, dan is tegen die tijd dat je eruit zegt, de baal alweer op. Dus dat is lastig. Daarnaast krijgen ze wel gewoon basisbrok iedere avond. En daarnaast voer ik supplementen van Oude Var. Dat is in overleg met een dierenarts van hen gegaan. Daar ben ik tot op de dag van vandaag nog steeds blij mee. Wel is Baloo een paard dat heel snel afvalt. Zoals nu ook heeft ze een week stilgestaan. Haar hele body is alweer weg, weet je wel. Het is wel echt een paard wat aan het werk moet blijven om die spieropbouw goed op gang te houden. En om gewoon
mooi op gewicht te blijven. Dus we voeren nu wat extra. Ik voer vooral luzerne en olijfolie. Olie is namelijk een andere bron van energie. En vetten kunnen paarden heel goed verteren. Dus zo voer ik haar wel energie zonder dat ik er suikers bij voer. Waardoor ze dus niet mega knettergek worden. Wat in mijn voordeel werkt. En ze krijgt, ja, ik zei het net al, ik moet even kijken, want ik heb die zak weggegooid. Maar iets, het lijkt een beetje op Seniores Priores. Dat voer ik, omdat ik het fijn vind om na iedere workout in ieder geval een lekker bak slobbertje te voeren aan haar. Nu krijgt ze dat ook wel om echt een beetje dikmaker en om er echt op gewicht te houden. Dus dat proberen we 2 à 3 porties per dag te voeren. Maar ze krijgen 's ochtends op stal geen krachtvoer meer. Dus het is soms een beetje passen en meten hoe we dat het beste kunnen doen. Om haar in ieder geval de porties over de dag verdeeld te geven. Dus zo struggelen we nog een beetje verder. Ik heb daar dus nog niet echt een vast ritme in of een vast ritueel wat we voeren. Ik hou ook vaak haar mest een beetje in de gaten, want het is, dat is een beetje zo wisselend. Daarvoor geef ik ook die Boyer's Act van Oude Var. En sinds we dat geven gaat het wel echt een stuk beter. Maar het ligt er ook echt wel aan wat we haar voeren. Want als ik te veel slobber geef, dan wordt het weer echt een beetje ja, droog of een natte mest. Dus lastig. Het is geen makkelijk paard op de darmen wat dat betreft. En ook niet een makkelijke dikmaker. Je moet daar wel goed in de gaten houden. Hoe ben je aan je sponsoren gekomen? Ja, dat is een beetje geleidelijk gegaan. Eerst ben ik natuurlijk gewoon begonnen met wat pakketjes die ik toegestuurd kreeg. En nu zijn daar wel echt betaalde samenwerkingen die ik heb. Wat natuurlijk super tof is. En wat steeds meer uitbreidt en groter wordt. En meer bedrijven en grotere samenwerkingen. Dus dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Dat je het in die zin ook echt kan uitbreiden. En kan zien dat mijn bedrijf dus groeit. Maar dat is gewoon een beetje... Ja, hoe is dat gegaan? Dat is wel gekomen doordat je dan groeit op Instagram. En dan word je gewoon opgepikt door merken. Die dan denken, hé, dat is interessant. Die meid groeit snel of die deelt leuke content. Dat past bij ons bedrijf. Dus zo is dat eigenlijk een beetje gegaan. Heb je een vaste fotograaf? Nee, dat heb ik niet. Ik heb wel een paar vaste fotografen die al vaker geweest zijn. Waarvan ik zeker weet dat ik goede content geleverd krijg. Maar er zijn ook wel eens berichtjes die ik dan op Instagram plaats van, joh, ik ben dan en dan op zoek naar iemand, wie is er beschikbaar? En dan komen ze portfolio shoots doen, dus dan betaal ik niet voor de fotoshoots. Dan krijg ik wel gewoon de foto's toegestuurd en die mag ik dan delen. En de naamsbekendheid die ik dan voor hun genereer, dat is dan hun inkomsten, zeg maar. En dat is heel erg tof, want zo leer je nog een beetje mensen kennen. En zie je hoeveel verschillende fotografen eigenlijk een eigen vibe hebben. En hoe foto's kunnen verschillen van elkaar. Dus dat vind ik vooral heel erg tof. Om dus ook andere hobbyfotografen of fotografen die net begonnen zijn een kans te kunnen geven. Om dat een beetje uit te breiden. En als je dat dus doet, dan kun je daar ook geen verwachtingen van hebben. Dat ben ik me wel altijd heel erg bewust. En als ik dus iets nodig heb voor bepaalde verwachtingen. Dus bijvoorbeeld perfecte content voor die en die samenwerking. Ja, dan heb ik wel altijd gewoon een paar mensen waarvan ik zeker weet dat de foto's die aangeleverd worden altijd goed zijn. En zo probeer ik dat altijd een beetje af te wisselen. Dus ik heb geen vaste fotograaf. Ik ben geen sponsorruiter voor een fotograaf. En ik vind het juist leuk om een beetje met verschillende mensen te werken. Even kijken, met welke quote of gedachte start jij de dag? Nou, dat is ook de laatste vraag van vandaag. Dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten. Ik probeer iedere dag te starten met de quote, you are stronger than you know. Maar er zitten ook wel eens dagen tussen dat ik denk, oh mijn god, laat me in mijn bed liggen. En ik blijf hier gewoon lekker onder mijn dekentje in mijn eigen bubbel zitten. Dus ik probeer altijd het positiefste uit mijn dag te
halen en ook al mee te starten. Maar dat valt niet altijd mee. Er zitten gewoon, dat zal iedereen vast wel herkennen, dagen tussen dat je denkt, nou, vandaag echt even niet. Ja, en dan moet je ook gewoon naar bed komen. En dan moet je ook gewoon de blije en motiverende Esmee zijn. En dan moet je ook gewoon aan het werk. En dan kun je je niet ziek melden. En dan moet je gewoon je ding doen. Dus dat is soms lastig om die knop om te zetten. Maar het lukt me tot nog toe elke keer heel erg goed. Dus daar ben ik positief verrast om het even zo te zeggen. Dus ik probeer echt te starten met de quote, you are stronger than you know. Ik denk dat dat ook een mooie afsluiter is voor vandaag. Bedankt voor het kijken, tot de volgende video. Wat voor video dat gaat zijn, dat weet ik nog niet, want ik word geopereerd. Dus deze video zien jullie in mijn verlof. Verlof, om het even zo te zeggen. En ja, ik ben benieuwd. Ik hou jullie op de hoogte, dus tot de volgende. Doei doei!